Nee, ik verwijt mezelf niks, ik verwijt mijn partij niks. Ik ben ontzettend trots op alle vrijwilligers. En dat zijn er vele honderden geweest die de afgelopen maanden door weer en wind... we hebben niet echt een mooi voorjaar tot nu toe gehad... De straat op zijn gegaan, die flyers hebben uitgedeeld... op deuren hebben geklopt, vergeetmenietjes, lollies, appels... hebben uitgedeeld op alle markten door de hele provincie. Daar ben ik gewoon heel trots op. Hadden we er meer aan kunnen doen om een andere uitslag te krijgen? Nou, wat ik heel graag had gewild, is dat mijn kandidaten ook in debat hadden gekund met de vertegenwoordigers van Forum. Om hen uit te dagen, om toe te lichten waar staan ze voor? Wat willen ze gaan doen de komende jaren? En die kans hebben we niet gekregen. Dat verwijt ik mijn kandidaten niet. Maar ik vind het wel jammer dat Forum zich daar niet voor heeft opengesteld. Ja, want Forum heeft zich in die zin bijna niet laten zien. Of niet. Hebben jullie überhaupt niet gezien? Geen enkel debat hebben ze meegedaan. Ik heb ze op straat niet gezien. Ik heb alleen gezien dat ze op maandagavond kennelijk in Den Haag waren... Met een bijeenkomst in het Koerhuis. Maar die was dan weer niet open voor debat. Ja, toch is het een fascinerende manier... van blijkbaar politiek bedrijven en campagne voeren, Chris Schaapman. Ja, en ik ben ook wel benieuwd waar dan een sleutel heeft gelegen. Ik denk dat dat nadere analyse vergt van hoe komt het dat zij nu als grootste uit de bus zijn gekomen. Er zijn natuurlijk best wel eerste aannames op, maar ik denk dat dat goed is om dat te verdiepen. Tegelijkertijd kijk ik terug naar wat wij als ChristenUnie bereikt hebben. En ben ik daar ook vanuit ons perspectief heel trots op. Het is een lastige periode geweest. Er zijn best wat knellende discussies geweest, ook in het kabinet. De ChristenUnie zit in het kabinet en we hebben eigenlijk als enige partij in het kabinet winst geboekt. En ook als ik kijk naar Den Haag, dan zie ik ook als ik kijk naar 4 jaar geleden... maar ook naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 2 jaar geleden... dat we weer meer stemmen hebben gehaald. En dat ondanks dat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger was. Dus de ChristenUnie heeft echt wel ruimte gepakt... om de boodschap waarvoor we staan en de manier waarop wij politiek willen bedrijven te laten zien. En dat is eigenlijk wel waardoor ik ook kan terugkijken met alle inzet van alle mensen, van de politieke kopstukken tot de vrijwilligers, heel trots ben op wat we hebben mogen bereiken.